Op dit moment zijn er een aantal studenten uit Aken hier op locatie op bezoek. En dat zijn Erasmus-studenten, dat wil zeggen dat die leerlingen uit heel Europa komen. En we hebben die studenten gevraagd om eens naar het Superlocal project te kijken. Dat doen ze omdat ze bij de RWTH studeren. En de RWTH heeft een opleiding die heet de Recycliergerechtigd Bouwen. En dat gaat over recyclekunde. We hebben hun gevraagd wat kunnen we nou met de materialen doen die we in de flats hebben en met de flats die hier nu staan. Kunnen we daar nieuwe woningen van maken, kunnen we die flats hergebruiken enzovoort. Nou, die studenten zijn een paar maanden flink aan de gang gegaan en zijn met hele verfrissende ideeën gekomen over hoe je flats kan hergebruiken, hoe je materialen kan hergebruiken, dat je er woningen van kan maken, dat je nieuwe woonvormen kan realiseren zoals wonen, werken. Nou, van een fiets maken tot een garage, van een gewone doorzonwoning tot een futuristische woning. En die ideeën kunt u allemaal zien op onze website superlocal.eu. Dus we hebben ze echt de opdracht gegeven, wij willen geen nieuwe materialen in dit gebied en kijk maar wat je dan kan maken. We hebben ons vastgelegd op een nutzung, dat is eigenlijk voor wonen en arbeiten voor singles en studenten. Kijk, voor die studenten is dit heel, ik denk wel uniek, hè? Want bijna nergens in Europa heb je een locatie waar flats zo lang leeg staan, zodat je ook echt studie kan uitvoeren. En heel veel mensen weten dat circulariteit de opgave van de toekomst is. En dan wordt hier voor die studenten de basis gelegd. Die studenten, ja, dat zijn natuurlijk de vakprofessionals van de toekomst. Dus ik hoop heel erg dat ze een beetje besmet worden door dit project. En in hun verdere carrière altijd over het hergebruik van materiaal zullen nadenken.